Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik even ook iets laten tonen wat dat jullie waarschijnlijk nog niet hebben doorgehad bij een videotje opnemen en maken. Waarschijnlijk. Ik ga dat jullie nu laten zien. Dat is hier. Zo bijvoorbeeld. Zo. Dan moet je hierbij gaan. Moet je bij like en abonneren ook zetten. Moet je zo hier ongeveer zetten. Zo. Daarna moet je naar subscriben gaan. Zo. Zit je dan ongeveer hier. Zo. En daarna hier gaan. Zo, hallo. Zoiets bijvoorbeeld dan doen. Zo. Ja, zoiets bijvoorbeeld dan doen. Ik ga dat niet doen. Waarschijnlijk in een andere video waarschijnlijk wel. Zoiets ongeveer gaan doen. Dit is maar een voorbeeld, dus ja. Zoiets ongeveer. Daarna moet je naar, ik zeg maar iets, gewoon naar muziek of zo gaan. Hier. Zoiets bijvoorbeeld. Oké, dat is wel goed. Zo. Screenshots bijvoorbeeld. Dat kan je alleen doen als je, dat moet je niet per se doen. Dat moet je niet per se doen. Zo. Wacht, hè. Oké. Dat is het wel een beetje voor deze video. Als jullie nog meer tips hebben. Oeh. Oh, stom ding. Als jullie, wacht even, hè. Ik kan nog iets proberen te laten tonen. Als jullie een filter ook willen hebben. Mijn beste filter is eigenlijk dit. Dat is de wacht even, pardon. Zuiverheid. Dat is de zuiverheid. Dan heb je heel goede graphics. Super goede graphics. Ja, dan. Kijk maar, het is hele goede graphics. Nog betere graphics dan de gewone wereld eigenlijk. Maar dat heb je ook in Call of Duty ook. Dus ja. Hier bijvoorbeeld is het niks, maar ik ga even een goede dingetje even zoeken. Hier bijvoorbeeld is het wel een goede graphics, maar dat is ook op de PlayStation 5 ook. Toevallig dus, ja. Dat is toevallig daar heel toevallig ook op. Is er nog een goede clip? Weet je, ik zoek het al niet meer. Dus ja, ik ga even naar het begin. En ja, zoiets. Ongeveer, dus ja. Je kan ook de muziek ook verwijderen. Hoe dat ik dat moet gaan doen, dat is... wacht, hè. Oh, moet ik dat? Ik zie het nog niet op 1, 2, 3... Clip verwijderen zie ik, maar daar kan ik natuurlijk niet muziek bewerken. Dus dan zo. Ik ken nog niet alles hiervan, dus ja. Je kan ook de muziek ook verplaatsen blijkbaar. Heel blijkbaar, dat kan tot op het einde zelfs ook. Ja. Zoiets ongeveer. Dus je kan ook normaal gezien de dingen ook verwijderen. Zoiets ongeveer. Je kan ook een screenshot ook bijwerken. En je kan maximaal 100 van die dingen doen. En 80 minuten kan je dat de video ook duren. 80 minuten kan de video ook duren. Dus ja. Op PlayStation werkt dat maar een uur en alles. Dus ja, ik weet niet hoe lang dat eigenlijk op een Nintendo Switch of zo gaat. Ik weet niet hoe dat je dat eigenlijk op een Nintendo moet, of op een PC, hoe moet je dat trouwens op een PC ook gaan doen? Ik weet het eigenlijk niet goed. Dus ja, maar dit is alweer het einde van de video, dus ik zou zeggen, like en abonneer voor meer, en dan zeg ik tot ziens.